Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een In deze video gaan we kijken naar wat je kunt doen. Als een aandeel een bepaald koersdoel heeft bereikt, want je hebt natuurlijk van tevoren, voordat je het aandeel kocht, heb je het aandeel bekeken, heb je het bedrijf bekeken. En een van de punten van je onderzoek toen was natuurlijk om te kijken naar wat jij vindt dat het aandeel waard is. Dan geef je dus eigenlijk een koersdoel. En misschien is het op dit moment dus wel zo dat het koers, de koers van het aandeel, jouw koersdoel, wat je toen hebt berekend, heeft bereikt. En als jouw koersdoel dan is bereikt, dan kun je eigenlijk drie dingen doen. Je kunt natuurlijk het aandeel verkopen, je kunt een gedeelte verkopen en dus winst nemen. Of je kunt het aandeel nog steeds houden. Maar nou, wat verstandig is om te doen, dat hangt juist weer af van de uitkomst van een nieuw onderzoek. Want dat is vooral hetgene wat je moet doen. Je moet opnieuw onderzoek gaan doen naar jouw aandeel en naar jouw koers. Naar jouw nieuwe koersdoel in principe. Want net zoals dat je onderzoek doet naar een nieuw aandeel, wat je eventueel wilt gaan toevoegen aan je portfolio, moet je nu ook opnieuw onderzoek doen naar jouw aandeel. Niet om te kijken naar wat voor bedrijf het is, wat ze doen, hoe ze het geld verdienen. Want dat weet je inmiddels wel. Het gaat juist kijken naar ja, wat is er de laatste tijd gebeurd en wat heeft dat eventueel impact op het koersdoel dat ik toen had. En met het nieuwe onderzoek dat je nu gaat doen, ga je jezelf richten op drie punten. Je gaat kijken naar waar komt die groei in, het, in de koers vandaan, in de grafiek, zeg maar. Is dat in lijn vervolgens met de cijfers die het bedrijf heeft gegeven? En tenslotte, nou, wat zijn de nieuwe verwachtingen van het bedrijf of van analisten over dit bedrijf? Want er zullen vast wel weer wat een tijdje, waarschijnlijk maanden overheen zijn gegaan sinds dat je de vorige keer onderzoek hebt gedaan. En in de tussentijd kan er best wel veel veranderd zijn. En dat heeft natuurlijk ook weer. Direct impact op de koers van het aandeel. Laten we in deze video als voorbeeld het aandeel Microsoft nemen. Uh, dit aandeel heb ik zelf gekocht hier ergens in december. Ik geloof ongeveer rond de 214, 215 dollar. Ik heb het toen ook nog behandeld in de videoserie van 250 euro in de maand. Uh, elke maand beleg ik 250 euro. En één maand is dat geweest. Ik weet niet, uh, ik denk dat het in maart is geweest. Toen heb ik het in de video niveau gekocht voor 233 dollar. Dus uh, als we dat zouden aanklikken en we gaan kijken naar waar het aandeel nu staat, zo rond de 290 dollar, dan zul je zien dat ik inmiddels al 24% rendement heb gemaakt en op mijn eigen aandelen dus zelfs nog meer. Dus uh, ja het koersdoel wat ik toen in die video had gesteld is 285 dollar. Nou, dat is hier de laatste weken eigenlijk wel een paar keer aangetikt. We hebben er wat boven gezeten. Dus zoals je ziet, ik zal even inzoomen. We hebben er iets boven gezeten, toen weer een beetje gedaald en nu zitten we telkens zo rond die 290 dollar. Dus het koersdoel dat ik toen had berekend, toen had vastgesteld, dat is inmiddels bereikt. Dus je zou op basis daarvan zeggen, het aandeel heeft zijn punt bereikt. Uh, misschien kunnen we het beste gaan verkopen, maar ja. Dat is misschien iets te snel gezegd. Laten we vooral eerst onderzoek gaan doen. Uh, om te kijken van is het inderdaad het juiste moment om dit aandeel te verkopen. Maar voordat we dat gaan doen wil ik natuurlijk eerst even de nieuwe beleggers aanspreken. Want wil je nou beginnen met beleggen. Dan heb je natuurlijk een goede broker nodig. Een broker waar je dat aandeel koopt. Nou, zelf gebruik ik de Hero's. Zoals je trouwens ook in mijn vorige video hebt gezien. Heb ik daar inmiddels een portfolio van meer dan 190.000 euro opgebouwd. Nou, wil je zelf nou ook gratis een account openen bij de Hero. Maak dan gebruik van de link. Onder deze video. Op die manier help je ook nog eens het kanaal. Dus dat wordt altijd gewaardeerd. Maar De Giro heeft op dit moment ook een actie. waarbij je tot 50 euro transactiekosten terugkrijgt. Dus dat is een extra lekker begin. En ook voor andere brokers vind je meer informatie en links natuurlijk. onder deze video. Gaan we nu weer terug naar het onderzoek. En ten eerste beginnen we dan met de laatste kwartaalcijfers. En laten we dan doorgaan met het aandeel Microsoft. Dus we gaan via Google op zoek naar Microsoft Investor Relations. Dat is vaak de pagina van het bedrijf waar alle informatie te vinden is die voor investeerders van belang is. Als we die pagina openen, dan kunnen we hier bovenin kijken naar de earnings en financials. En ik wil in dit geval. Ik denk de press releases van de laatste keer zien en vaak wil ik dan zelf de call, de uh, slides zien eigenlijk de presentatie. Dus dan krijgen we in dit geval het vierde kwartaal van Microsoft. Dit zijn dus de cijfers van vorige week. Uh, ze hebben een iets ander boekjaar dan het kalenderjaar, dus hou daar even rekening mee. Dit is voor ieder bedrijf trouwens anders. Maar in deze presentatie eigenlijk zul je vaak zien hoe het bedrijf er het laatste kwartaal voor staat. Je ziet hoe ze op verschillende onderdelen hebben gepresteerd en gaan vaak ook specifiek in. Op uh, verschillende onderdelen. Dus je kunt bijvoorbeeld zien: dit was het laatste kwartaal. Dit is ongeveer het kwartaal waarin ik de aandelen heb gekocht. Toen hadden ze heel vaak een groei van 19 of 21 procent. Of of de laatste, zelfs, zelfs het laatste kwartaal, was het zelfs 30 of 25. Dus je ziet naarmate er meer groei is, is het vaak lastiger om meer te groeien. Maar Microsoft heeft het juist afgelopen kwartaal zeker heel erg goed gedaan. En dit zie je op meerdere punten terugkomen in de presentatie. Dus ga even kijken naar. Hoe is het gegaan met de omzet? Uh, wat zijn de kosten geweest? Is er eventueel een reden waarom het bepaalde dingen juist goed zijn gegaan of minder goed zijn gegaan? En zo zul je dit zien. Uh, ja, hier zie je vaak per kwartaal hoe het is gegaan. En zoals gezegd, heel vaak zul je hier zien dat Microsoft eigenlijk het laatste kwartaal harder is gegroeid dan eerdere kwartalen. Op zich best wel opvallend en dat zie je hier trouwens ook in de grafiek. Dus daar kun je een beetje aan het afleiden van um, de koers is heel erg hard gestegen, maar dat is niet zo dat het niet eigenlijk in overeenstemming is met wat het bedrijf doet. Het bedrijf doet het gewoon heel erg goed. Dat zien we hier telkens terugkomen. Um, dat zien we op heel veel punten trouwens terugkomen. En vaak zul je trouwens ook nog in, in zo'n kwartaalcijfers... een verwachting zien vanuit het bedrijf. Die is in dit geval bij Microsoft niet het geval. Dus het bedrijf zelf geeft geen verwachting... van wat zij denken voor de rest van het jaar. Misschien ook wel omdat hun boekjaar nu afloopt. Dus ja, dat is een beetje anders. Het is dus dan lastig om te zeggen... Misschien al voor het komende jaar. Misschien komt dat de komende tijd nog wel. Of bij het eerstvolgende kwartaalrapport. En nadat we naar het bedrijf hebben gekeken, gaan we kijken naar wat analisten denken. Analisten hebben vaak ten eerste een verwachting over de groei van het bedrijf, maar hebben vaak zelf ook een koersdoel dat best wel interessant is. Nou, ten eerste laten we kijken naar de groeiverwachtingen. Daar kun je vaak gebruik van maken, bijvoorbeeld van Yahoo Finance. Want kijken we op Yahoo Finance, in dit geval, dus het aandeel Microsoft. Dan kun je hier naar Analysis gaan kijken. En daar zie je eigenlijk alle verwachtingen. Van het aantal analisten van het huidige uh, kwartaal, het volgende kwartaal, volgende jaar. Hoeveel mensen een verwachting hebben en wat die verwachting dan ook is. Je ziet ook wat zij verwachten van eventuele groei. En die kunnen we trouwens hieronder ook terugzien. Kijk bijvoorbeeld voor het volgende jaar verwachten ze 7,7% groei. En volgende, voor de volgende vijf jaar verwachten ze 17% groei per jaar. En dit was de laatste vijf jaar 18%. Dus zo kun je kijken uh, niet alleen naar wat analisten denken. Maar vooral, ja, eigenlijk wel denken, maar dan vooral in de groei van het bedrijf zelf. Natuurlijk hebben ze vaak ook een koersdoel. Dat zien we hier vaak terugkomen bij de recommendations of de trend of de rating. En je ziet wel dat heel veel analisten een, um, een buy-signaal uh, hebben of een, een buy-advies. Of zelfs strong buy, dus dat het heel erg goed gaat. En het gemiddelde uh, wat ze nu hebben ligt op 298 dollar, terwijl het nu 290 dollar is. Dus het ligt nog een paar euro of een paar dollar... Boven de huidige koers. Dan wil je nou specifiek gaan kijken naar wat de koersdoelen zijn? Dan kun je een website gebruiken zoals TipRanks. En dan kunnen we hier MSFT zoeken. Dan komen we uit bij Microsoft. En hier zien we dat het koersdoel inmiddels 322 dollar is. Oftewel nog 11% boven de huidige koers. 26 analisten hebben dat gezegd. Met alle 26 zeggen ze trouwens ook als buy-advies: geven ze. Um, ja, het loopt een beetje uiteen tussen 275 dollar of 411 dollar. Nou, het gemiddelde ligt dus op 322 dollar. Maar dit is dus het gemiddelde van alle analisten. Vaak wil je eigenlijk de top 10 bijvoorbeeld zien, of de beste analisten. Nou, in het geval van tipranks moet je daarvoor betalen. Maar er is vaak op internet wel ergens te vinden naar uh, ja, wat eigenlijk de beste analisten, of misschien wel het analist voor dit specifieke bedrijf, ervan vindt. Zo kun je eigenlijk nog ja, een selectie maken uit die analisten. Want zo zou je hier kunnen kijken, bijvoorbeeld, naar een top 3 analist, een top 3% analist, die zegt naar 12%. Een andere zelfs zegt nog 41 of 42 procent. En je kunt ook zien welke analist het is. En ook vooral ook belangrijk op welke datum dat is. Als het nou een analyse of een advies is van maanden geleden, is dat niet zo relevant. als dat het een analyse is geweest van nadat de laatste kwartaalcijfers zijn bekend geworden. Dus dat soort informatie is wel belangrijk dat je die allemaal meeneemt om te kijken naar ja, wat zeggen analisten, wat zijn hun koersdoelen en hoe zijn ze tot stand gekomen. Maar nu we weten wat de laatste cijfers zijn, wat de verwachtingen zijn of wat zelfs koersdoelen zijn, kunnen we ook zelf gaan berekenen wat wij zelf vinden dat het aandeel waard is. Nou, dit doe ik vaak zelf door middel van de Discounted Cashflow-methode. Daarmee reken je eigenlijk winsten van de toekomst uh, die verwacht worden. Die bereken je naar wat ze op dit moment waard zijn. En dat krijg je dus eigenlijk een uitkomst van wat jij vindt of wat volgens de berekening in ieder geval het aandeel op dit moment dan ook waard is. Je kunt je voor natuurlijk gebruik maken van wat analisten verwachten, maar je kunt natuurlijk en dat is vaak ook vooral slimmer om zelf je verwachtingen erop los te laten, maak eventueel verschillende analyses, een bear, een bull en een base case dat je eigenlijk ja, in het gewone geval, het hele goede geval of het wat minder goede uh, omstandigheden dat je gaat berekenen wat een die Situaties in ieder geval het aandeel waard zou kunnen zijn volgens jouw berekeningen. En doe ik dat in mijn geval, en kijken we hier naar de, naar de historische gegevens: de revenue growth, oftewel de omzetgroei. Nou, dan ben ik zelf in mijn uh, verwachting uitgegaan van de komende jaren, de zeven jaren zelfs, van 10%, 15% en 18%. We zien ook dat Microsoft regelmatig wat aandelen terugkoopt. Dus ook daar heb ik elk jaar een half procent, 1% procent of anderhalf procent van de aandelen ingekocht. De profit margin, oftewel. De, de, de winstmarge die ze maken, die is de laatste jaren erg goed. De laatste 10 jaar 26% gemiddeld. Het laatste jaar zelfs 36% gemiddeld. Weet ik niet of corona daar een bepaalde impact op heeft. Dus ook hier ga ik uit van 25, 30 en 35%. De Free Cash Flow is zelfs nog iets beter. Daar ben ik uitgegaan van 29, 30 en 31 procent. En bij de PE ratio, of de price to free cash flow, ben ik uitgegaan van 15, 20 en 25 als PE ratio. Dat is veel lager dan de 35 die het op dit moment is. Maar je zult zien op lange termijn, uh, nu is het aandeel heel erg populair. Dat verklaart de hoge PE. Vaak zijn dit soort aandelen ongeveer rond de 20 denk ik op de lange termijn. Maar we moeten natuurlijk ook rekening houden dat als dit bedrijf de komende 7 jaar met 15 of 18 procent groeit, dan wordt het, zoals eerder al gezegd, steeds moeilijker voor een bedrijf om ook met die percentages te blijven groeien. Dus de groei zal waarschijnlijk afnemen en dat ver uh, vertaalt zich eigenlijk automatisch uiteindelijk al in een lager PE-ratio. En onderaan geven we ook nog aan wat ons ja, gewenste um, jaarlijkse rendement is. In de eerste situatie zou ik graag 15 procent zien, in de laatste situatie 10 procent, omdat daar het aandeel... Zo'n grote groei doormaakt dat de koers heel hard zal stijgen. Dus dan hoef ik niet per se direct al um, ja, een bepaald rendement te hebben, omdat ik weet dat de waarde van het aandeel al heel hard toeneemt. En als we dan dat gaan berekenen met die cijfers, dan zul je zien dat op basis van de multiple earnings, oftewel de EBITDA multiple, dat we uitkomen op 97 dollar tot zelfs 430 dollar. Op basis van de discounted cashflow methode komen we uit tussen de 112 en 256 dollar. Dus in die situatie is de huidige koers hoger dan alles. En slechts in één geval is hij dus hoger dan de huidige koers. Dus alleen op basis van deze informatie zou je zeggen dat het verstandig is om het aandeel te verkopen. Maar dat dat gaan we nog niet meteen doen. We gaan namelijk nog eventjes terug naar de grafiek van Microsoft. En als we dan terug zijn bij de grafiek, dan is het verstandig om even de gemiddeldes aan te geven. Uh, in dit geval de, de uh, gemiddeldes van 20, 50, 100 en 200 dagen. En die zien we dan hier vervolgens in de grafiek getekend worden. En aangezien we zien dat de aandeel, de koersniveau al lange tijd boven alle gemiddeldes zit, op een, ah ja, een bepaald moment eventueel eventjes na. Uh, is het wel zo dat de trend dus heel erg sterk is? En is het misschien niet zo verstandig om, terwijl de trend duidelijk opwaarts is, nu te verkopen? Dus het zou ook zo kunnen zijn dat je misschien een gedeelte verkoopt. Of gewoon nog eventjes wacht. Tot die in ieder geval door de 20 breekt en misschien de 50 aantikt. Dat je dan duidelijk weet van: oh, de trend is veranderd. Nu is het echt het juiste moment om mijn aandelen te verkopen. Of de resterende aandelen te verkopen. Maar dit is puur meer op basis van ja, technische analyse. Je ziet dat er Heel veel ja, trend uh, op trend eigenlijk zit in het aandeel, en dan zou het eigenlijk op basis daarvan een beetje um, tegenstrijdig zijn om terwijl het aandeel al lange tijd omhoog gaat nu te verkopen. Je ziet ook wel dat een beetje rond deze koers trouwens wel wat weerstand is, dus het is, zou niet heel gek zijn als het aandeel hier daalt. Je zou dus kunnen denken: van oh, dit is het punt geweest, dit is het moment om te verkopen. Of je zou eventueel kunnen denken: van ik riskeer nog eventjes een paar dagen of een week of twee weken. Kijk even wat het aandeel doet. Mocht hij nou echt flink dalen en mocht hij je 285 aantikken zoals ik eerder had berekend, dan verkoop ik. Maar misschien heb ik geluk, gaat hij naar 295, 300, dan heb ik toch nog eventjes iets wat meer rendement kunnen pakken. En nou is het natuurlijk zo dat informatie voor internationale grote bedrijven... veel makkelijker te vinden is. In dit geval Microsoft, daar is heel veel data over beschikbaar. Heel veel analisten die daar naar kijken, een koersdoel geven. Dus dat is veel makkelijker dan bijvoorbeeld een bedrijf zoals uh, Alfen of cm.com hier in Nederland. Dan is het wat lastiger en dus ook veel belangrijker... om zelf goed onderzoek te gaan doen. Zelf goed te gaan kijken naar een bepaalde waardering. Wat vind jij het aandeel waard? Of misschien heb je het geluk dat een Nederlandse website... Bijvoorbeeld IEX het aandeel wel behandelt. Misschien een koersdoel geeft of in ieder geval ja, iets vertelt over het aandeel. Maar dit is natuurlijk ook wel iets waar je achter komt op het moment dat je het voor de eerste keer onderzoek gaat doen naar het aandeel. Aan de andere kant, als heel veel analisten het aandeel behandelen, heel veel data beschikbaar is, zou je ook kunnen denken dat de koers vaak ja, dicht bij de juiste waarde zit juist de aandelen die minder goed behandeld worden of waar weinig koersdoelen van zijn, weinig analisten van zijn, zou het zo kunnen zijn dat er wat meer risico is, maar juist ook meer rendement te halen is. Dus het is een beetje een afweging die je kunt maken tijdens je onderzoek al. Dus houd er rekening mee dat voor kleine lokale bedrijven, misschien Nederlands, maar misschien ook wel Belgisch, Duitse kleine bedrijven dit soort informatie dus veel moeilijker te vinden is en maakt het ook wel iets moeilijker om ja. Uh, de juiste koerswaardering bijvoorbeeld te vinden of te kunnen maken, überhaupt al. Maar tot zover dus in ieder geval deze video over wat je kunt doen als je een koersdoel hebt berekend en dat koersdoel is bereikt. Dit zijn veel punten die ik zelf ook toepas op mijn aandelen. Uh, ja, ik kan een beetje de stappen doorlopen zoals ik het zou behandelen. En zeker bij een aandeel zoals Microsoft, dat ik dus zelf in bezit heb, is dit in ieder geval wat ik de komende tijd ga doen. Ik heb gezien dat ja, de koers is nu wel een beetje aan zijn hoogtepunt is. Maar volgens de technische analyse, de trend, die zit nog wel een beetje mee. Dus ik probeer het nog even vast te houden. Kijk wat het gaat doen de komende dagen. En eventueel als het gaat dalen, dan zal ik mijn winst gaan nemen en mijn positie gaan sluiten. Laat vooral ook weten wat jij van dit aandeel denkt. Of heb je misschien nog tips? Voor andere punten die je kunt doen om een koersdoel te berekenen. Of wat je kunt doen als een koersdoel bereikt is. Laat dat vooral weten in de reactie onder deze video. En vond je nou een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Zodat ik weet welke video's jullie interessant vinden. Wil je meer van dit soort video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.